Hallo, ik ben Inder. Hi, ik ben Wil. Welkom terug bij deze serie van 4 video's waarbij we driver, course management en short game gaan behandelen. Maar nu starten we met een schot naar de vlag en een wedge in hand. Nou, stel je voor, Wil, je hebt een goede drive geslagen op een relatief korte hole. Je hebt een wedge naar de vlag. Dat zijn natuurlijk de holes waar je wil scoren. Ja. Bal dicht bij de vlag krijgen om zo die birdie te maken. Hey, hoeveel wedges heb jij? Nee, ik gebruik er 4. De pitching wedge 50, 54, 58. Pitching wedge 46. Dus er zitten 4 graden tussen elke wedge. Ik heb geen IC3. En daardoor is het fijn om die extra wedge in de tas te hebben. Die extra wedge heb ik inderdaad om die gapping kleiner te maken, zoals ze dat noemen. Oké, okay, met de gapping bedoel je het aantal graden tussen elke wedge. Maar dit is jouw samenstelling. Dus dat is ook een beetje de truc voor iedereen om de juiste samenstelling te vinden in zijn eigen set en wedges. Absoluut, absoluut. Ja, nou, okay. We liggen hier op 110 meter van de vlag. Daarvoor zou ik nu een gap wedge, een 50 graden wedge gebruiken. Ja, je kan het wel halen met je sand wedge, denk ik. Maar zou kunnen. Zou je die dan maar niet? Die moet ik echt heel vol slaan en dan haalt hij het misschien. Maar doordat ik hem vol sla, creëer ik meer spin. En dan heb ik minder controle over waar die eindigt. Ja, en wat voor bal zien we dan? Hoog, laag, nou, wedge gaat hoog meestal? Ja, of willen we dat niet? Willen we eigenlijk niet. Nee. Je wil eigenlijk een wat strakkere vlucht, ook om die controle te bewaren. Ja, maar wel spin op zit. Maar wel spin op zit. Nou, want hij moet stoppen op de green. Precies, dus we gaan het eens even bekijken. Driekwart bal van deze. Ja. Zou 110. 110 moeten zijn. Oeh, die is lekker. Nou, 111 meter, zegt de trackman. Ja, met veel spin. 10.000, ja. Ja, bijna 11.000 spin. 11.000 dus die spin. Landt iets te ver, maar die komt iets terug. Ja. En hij was ook nog recht, dus hij lijkt bij de vlag te liggen. Ja, dit is een hele mooie. Die sla je nu op een meter. Ja. En het is belangrijk voor de mensen om te weten, is dat ook voor een tourpro is dit heel goed. Hè? Gemiddeld sla je hem op een meter of 5, 6 al. Nou, als ik 5% van een afstand haal, hè, dus hoe vanaf langer de fairway. Ja, vanaf de fairway. Hè, dus nu is het zeg maar 110 meter. Dus als ik die binnen 5 meter zou kunnen slaan, ja, zou dat super zijn. En hoe verder we gaan, ja, hoe groter die spreiding wordt. Oké, okay, stukje techniek, Wil. Je hebt Jerome Teunis bij het team gebracht om je short game nog beter te maken en je wedges. Wat heb je aangepast? Nou, eigenlijk de wijde stand die ik bij een swing heb, die moest ik iets aanpassen. Dus ik sta iets smaller. Nu staan we nog redelijk op afstand. Hè. 110 meter is nog best wel een lang schot, maar ook zeker met de kortere wedges, dat ik wat smaller sta. In tegenstelling tot de driver, daar weer power bij krijgen. Bij power, maar omdat we korter gaan, meer finesse nodig hebben, mag je dus iets smaller staan. Ja. Mooi. Balpositie is ietsjes links van het midden. En hierbij mijn linker voet, die had ik iets te veel zo. Ietsjes terecht. Ik was iets terecht. Okay. Dus ik mag die iets open draaien, waardoor mijn gewicht eigenlijk ietsjes meer op links blijft tijdens de swing. Ja. Ik ging iets te veel van rechts naar links, zoals ik dat in een swing doe. En ik hou ervan om alles hetzelfde te doen. Alleen hier moest ik toch iets aanpassen om, om de controle te verbeteren. Nou, laat even zien. Gewicht blijft links. Mooi strak vlug. De wedgeslag. Zoals we bij Wil hebben gezien, belangrijke slag om slagen te winnen. Als je hem dicht bij de vlag krijgt, dan zou je je birdie, misschien wel je par kunnen redden. Oké, hoe doen we die slag? Je gaat, zoals we bij Wil ook hebben gezien, smaller staan, want je hebt power niet nodig. We gaan met de linkervoet een klein beetje openstaan om ervoor te zorgen dat je gewicht op links blijft en dat je ook over links kan draaien. En de beweging is met name uit het bovenlichaam, rotatie uit het bovenlichaam. Dus een eenassige beweging vanuit het bovenlichaam en aan de linkerkant van je swing. Dus we willen niet deze kant op bewegen, lateraal, zoals bij de driver je dat een beetje doet. En we willen ook zeker niet een goede backswing maken om vervolgens naar achteren te vallen.
Daarom stel ik voor om de balpositie ook niet te veel naar rechts te doen. Want wat je dan vaak krijgt, is dat mensen toch een beetje die kant op bewegen. En dat willen we niet. Wat ermee kan helpen, is dat je een balletje pakt. En die aan de buitenkant van je rechtervoet zet. We hoeven niet heel veel vanuit de heupen te draaien, want we hoeven niet heel explosief te zijn. Balletje onder de voet aan de rechterkant. Gewicht is een klein beetje op links. En dan gaan we vanuit daar draaien. Dit blijft op dezelfde plaats. Neus, kin boven de bal. En een rotatie. Oké, we zijn hier bij het 110 meter schot wat ik net met een gap wedge sloeg. Stel de vlag staat achterop en je wil wat spin eraf halen, dan zou ik ook kunnen kiezen voor deze pitching wedge. Waarom wil je spin eraf halen? Nou, omdat als die achterop staat. Ja, en bij de vlag landen dan spint bij die vlag landen. Oké, en ook bijvoorbeeld als je op sommige banen heb je van die runoffs, van die slopes. Precies. En je weet niet precies hoe die daar... Dus je wil hem eigenlijk gewoon... Nou, je wil de spin controleren. Spin controleren en in dit geval wat minder spin slaan. Precies. Oké. Dus dat gaan we nu doen. Dus pitching wedge, 110 meter. Ja. Hoe voelt dat? Is dat... Die gap wedge was 3/4. Ja, dan zal dit meer als richting half voelen. Dit zal je omschrijven als een half. Ja. Oké. Okay. Zelfde setup. Zelfde setup. Smalle stand, linkervoet een beetje open. Ja. Nou, perfect geslagen. Nou, wedges, ben je in vorm vandaag? Ja, we gaan van 11.000 naar 9.000 spin. Nog steeds veel. Ik controleer de spin wel, maar hij zal niet meer helemaal agressief terug spinnen. Ja. Precies. Backspin, dat ziet er natuurlijk spectaculair uit. Is handig om te hebben, omdat je controle hebt over de bal, maar niet het allerbelangrijkste. Belangrijk is dat je de bal constant raakt. En dat je controle hebt over de afstanden die je slaat. Die tourpro's die je backspin slaan, maar ze hebben andere randvoorwaarden. Ze hebben een nieuwe wedge, ze hebben een zachte bal, een hele strak gemaaide fairway. En ook een snelle green, waardoor het allemaal al sneller spint als het ware. Dus ik denk dat je daar niet te veel mee bezig moet zijn. Tuurlijk raken ze de bal ook goed en hebben ze een goede techniek. Maar zonder die andere dingen is het niet mogelijk. Oké, Wil, die eerste bal met je 50 graden wedge, kan niet heel veel beter, nee. Of toch wel? Je bent een tourpro. Hij zit er nog niet in. Een tourpro. Dat is wel, ik zie regelmatig op televisie dat ze de hole in gaan. Moet kunnen, toch? Zou mooi zijn. We gaan het proberen. Kom op. Nou, die kan nog beter. Ja. Wat een bal, hè? Oh. Ja, we kunnen het vanuit hier niet zien. Hij is niet in de hole in ieder geval. Hij is niet in de hole, maar hij kan dichterbij zijn. Hij is wel heel dichtbij. Ongeveer hetzelfde. Ja, nou, dus, tip, dit is de stok om het te doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben. Er zijn ook meer video's, de driver, course management en short game. Jullie hebben nu gezien hoe een echte tourspeler het doet. Ga veel oefenen. Veel trainen en dan ga je scores vastzakken.